Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de labelmaker van de HEMA uittesten. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht en er was toch wel wat vraag naar of dat deze zou bevallen. Dus ik dacht hoog tijd om deze eens uit te gaan proberen. Dus we gaan hem zo meteen even uitpakken en zien hoe het allemaal een beetje in elkaar zit. Daarnaast kun je bij de HEMA ook losse labeltjes kopen voor deze lettertang noemt hij het, maar het is dus gewoon voor die labelmaker. Dus als je benieuwd bent of deze lettertang de moeite waard is om aan te schaffen en of dat het werkt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even de prijzen gecheckt op internet. De labelmaker is nog steeds 10 euro. En het navulsetje kost 4,50 euro. Het handige vind ik wel is dat je dit kunt blijven kopen. Action heeft een tijdje geleden ook van die labelmakers gehad. Die waren heel snel uitverkocht en de tapejes zijn inmiddels ook niet meer te koop. Maar die bij de HEMA blijven dus. Je krijgt bij de lettertang sowieso één tapeje erbij. Dus dat is wel heel erg handig. Dus ik ga hem eventjes openmaken en dan gaan we even kijken wat er nou precies allemaal in zit. Nou, je krijgt dus een tapeje erbij. Hier zit een zwarte bij. Die zit dus standaard bij de lettertang. Of bij de labelmaker. En bij de navulling zit een zwarte, zilveren, gouden en een witte. Dus daar heb je wat meer kleurencombinaties in. Dan hebben we hier zeg maar de tang zelf. Het grappige is dat ik ze nu wel herken van vroeger. Ik weet dat Nathalie en ik vroeger altijd winkeltjes speelden. En toen hebben we een keer van die tangetjes gevonden. En wij gebruikten ze dan om zogenaamd de producten te prijzen die we dan in ons winkeltje verkochten. Daar zat overigens dan geen tapeje aan. Dus je krijgt dus deze. Hier zit dan, hier zitten hoofdletters op deze. Maar je krijgt ook nog een andere schijf en hier zitten dan ook kleine letters op. Er zitten ook bijvoorbeeld wat leestekens op. Dus dat is wel ideaal. Ik weet niet precies hoe je dit in elkaar gaat kunnen maken. Het staat wel achterop de verpakking. Dus ik ga gewoon eens even kijken. Volgens mij moet je het tapeje hier doorheen doen als ik het zo zie. En dan kun je deze gewoon draaien. Even kijken of dat wat lukt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk staat aangegeven. Want er staat ook niet echt heel duidelijk op hoe je zeg maar dit kan verwisselen. Er zit hier wel een knop op. No change. Nou, ik denk dat je... Hier staat change. Kijk, er zit hier een knop met change. Oh, kijk, zo gaat hij er dan af. Ik heb hem er nu af. Als het goed is. Dus als het goed is, moet ik hem er nu... Oh, wacht even. Is er geheel af kunnen halen? Want ik heb hem dus ingedrukt. Ja, ik zie het al. Je moet dit logootje eraf halen van de HEMA. En dan kun je hem er dus afhalen. Dat is op zich prima. Nu alleen even kijken hoe ik het tapeje er doorheen ga kunnen loodsen. Ik hoop dat er een beginnetje aan zit. Ja, ik zie hier het beginnetje. Dus die zou dan hier doorheen moeten, zeg maar. Denk ik. Even kijken hoor. Of dat een beetje lukt. Het is nog niet zo heel makkelijk. Ik denk zo. Oh, wacht. Kun je dit niet aanklemmen of zo dan? Nee, zo te zien niet. Volgens mij moet je hem hier gewoon doorheen doen. Kijk, dan zou die op zich moeten zitten. Maar er zit hier ook een... Nou, ik weet niet.
Ik ga dit eventjes in elkaar proberen te zetten en dan gaan we eens even kijken of we een labeltje ermee kunnen maken. Nou, ik heb het voor elkaar gekregen. Ik heb hem dus nu zo bevestigd. Ik heb dus de tape aan het houdertje zit, zeg maar, een klemmetje. Die kun je hier tussen klemmen en dan kun je het tapeje hier doorheen doen. Dus nu ben ik eventjes benieuwd of ik hier iets mee kan maken. Ik wil beginnen met een gehakt, want ik wil een kruidenpotje doen. Dus ik zal jullie even een beetje draaien, zodat jullie kunnen zien hoe het het beste gaat. Ik wil dus eigenlijk met kleine letters en met hoofdletters gaan werken, maar ik weet dus niet of dat dit gaat lukken. Ik ga hem nu met naar de G schuiven. Kijk, dus je rolt hem zeg maar zo. Hij staat nu op de G. Dat zie je hier ook, want hier zit een streepje. Dan staat hij op de G en dan druk je hem in. En als het goed is, moet er nou een lettertje in zitten. Misschien kan ik het beter nu gewoon eerst proberen met grote letters. Om te kijken of dat werkt. Want ik weet niet of ik hem anders weer helemaal strak erin krijg. Dan gaan we nu dus naar de E. H. Nou, dan gaan we naar de A toe. K. Ik doe het niet goed, zit ik nu te denken. Oké, ik ga sowieso eens even kijken of er wat opgekomen is hoor, want ik ben de H vergeten. Ik ga hem zo eens even loshalen om te kijken of er überhaupt dingetjes op zijn gekomen. Maar ik doe iets dus nu niet goed. Hij heeft niet alles gepakt. De G wel, maar de rest dus niet. Dus laat ik het nog een keertje doen. Weer eventjes goed erop doen. Je drukt hem dus als het ware gewoon weer in. Dat is wel een beetje een priegelwerkje hoor, moet ik zeggen. Nou, even kijken. Zo. Poging 2. We gaan gewoon weer eventjes beginnen. Bij een nieuw stukje tape. Nou zou die klaar moeten zijn. Even kijken of ik hem eruit kan trekken. Er gaat iets niet goed, want hij pakt dus op een of andere manier niet de letters. Even kijken hoe ik dit kan oplossen. Ik probeer hem er iets anders in te leggen. Even kijken of ik nu wel wil. Nee, hij drukt ze maar een paar letters in en geen hele zin. Dus ik snap niet helemaal wat er niet goed gaat. Ja, dat is een beetje lastig. Ik ga even kijken wat ik nou niet goed doe. Oké, we gaan verder. We gaan een nieuwe poging doen. Ik heb hem nu iets anders ingedaan. Oké.
Oké, wacht even. Ja, ik moet hem blijkbaar gewoon iets verder trekken, want blijkbaar gaat dat dus mis. Ik moet hem gewoon een stukje verder trekken als ik een lettertje heb gedaan. Het gaat wel, maar op een of andere manier. Je moet hem dus heel goed verder trekken. Kijk, je ziet hier wel een klein stukje van gehakt staan, maar dan gaat hij toch niet helemaal lekker verder. Dus kijk, ik heb dit hele rolletje al voor een groot deel verspeeld. Nou, ik ga nog één poging wagen, want er moet toch een goed labeltje uit kunnen komen. Ik vind het moeilijk, jongens. Ik vind het jammer dat het niet netjes naast elkaar komt, zeg maar. Ik weet nu wel hoe het moet. Ik vind deze hele tepel niet zo mooi meer, omdat hij dus, ja. Gaat hij gelijk weer een heel stuk verder, zeg maar. Kijk, je trekt hem ook helemaal los. Even kijken of het misschien met een ander kleurtje beter gaat. Want hier word ik niet heel erg vrolijk van. Oké, even een ander kleurtje erin. Dan gaan we nog een poging doen. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje tegenvallen. Laat ik gewoon nu een makkelijke doen. Moet je een stukje door, weet je, dat is het hem.
Zo, ik heb nu kip gemaakt. Die is gelukt. Ik ga hem even afhalen. Hij zit wel een beetje nog schuin. Het is niet helemaal zoals ik hem hebben wil. Maar ik heb een labeltje. Ik zal hem er even uitknippen. Ik ga nog één poging doen voor het gehakt. Maar het lijkt mij alleen niet de bedoeling dat je hem steeds los moet halen. En dat vind ik echt heel lastig. Ja, kijk, dan komt hij er zo uit. Ik vind het gewoon niet mooi genoeg, want de letters die sluiten niet mooi op elkaar aan. Dus ik vind het lastig, moet ik zeggen. Wat vind ik nou van de lettertang? Ik moet zeggen, ik vind het pittig om hiermee te werken. Ik vind het niet heel makkelijk. Op zich gaat het wisselen van deze schijven gaat op zich best makkelijk. Ik vind het al wel een heel gepriegel om de tape erin te krijgen. Dus als je ziet, als je hem te ver trekt, slaat hij helemaal wit uit met hele witte randen. Je moet heel erg gaan kijken van, joh, wat, waar kan welke letter naast? Want dat vind ik dus niet makkelijk. Want als je gelijk de volgende letter erin doet, dan werkt dat dus niet. Dus ik vind het nog best wel een beetje tegenvallen om hiermee te werken. Ik moet zeggen, het was ook mijn allereerste ervaring met zo'n tang. Maar ik vind het nog best wel lastig. Ik denk als je echt gewoon heel makkelijk labels wil maken. Dat je beter voor een wat labelmaker kan gaan. Die gewoon echt digitaal is. Ik denk dat dat makkelijker is. Want ik moet zeggen, ik vind dit nog best wel pittig. Ik heb deze nu uiteindelijk niet eens gebruikt. Omdat het moeilijker was dan ik dacht. Dus ja, ik denk dat je echt heel veel moet oefenen en dat oefening kunst moet baren. Mijn eerste keer ging niet heel erg lekker hiermee. Ik vind, het staat wel achterop vermeld, maar het wordt me niet heel erg duidelijk met die plaatjes. Hoe je dat nou precies allemaal moet doen. Ik weet wel hoe het werkt, maar ook gewoon hoe je de tape erin kunt krijgen. Dat vind ik gewoon lastig. Dus het heeft echt wel wat nodig. De letters zijn dus allemaal wit, dus je krijgt op alles witte letters. En ja, als je dan bijvoorbeeld een ander kleurtje pakt, dan wordt die wat dikker gedrukt. Ik had er hier eentje. Kijk, dat zie je hier. Dan zijn de letters gewoon wat dikker gedrukt. Ik vind het in ieder geval nog een hele onderneming om hiermee te werken. En ik zal hier nog veel mee moeten gaan oefenen. Want zo vond ik het echt wel heel erg lastig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie wel eens met zo'n letter of labelmaker hebben gewerkt. En of je misschien eventueel tips hebt hoe het wel makkelijker kan gaan. Want voor de eerste keer vond ik het gewoon heel erg lastig. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik zal de linkjes van de labelmaker en de tape van de website van de HEMA nog even in de beschrijving zetten. Mocht je daar benieuwd naar zijn.
Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van de video's, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en daar kun je ook op klikken. En daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!